Goedemorgen. We staan hier net voorbij Wismar. Wie is dat slapen? Het is nu bijna 7:30. Het is een mooie tijd om te beginnen. En dan gaan we proberen vandaag te lossen in Lubmin. Het is nu nog 142 kilometer naar de klant toe. We zitten hier in Noord-Duitsland. Het is altijd heel rustig op dit baantje, dus ik verwacht geen files. Hier naar rechts. De ring van Grijswald op. Daar rijden we zo om het dorp heen. Richting Anklam. Nou, over 7 kilometer gaan we weer linksaf richting Lubmin. We moeten nog 9 kilometer, dan zijn we bij die man. Over 7 kilometer gaan we linksaf. Dus zijn we een mooie 9:30 daar. We gaan wat meemaken of die het willen hebben, ja of nee. Hier links is dat het dorp Lubmin. Daar rijden we even omheen en dan verderop gaan wij links om het dorp heen en dan zo naar achteren toe, richting het water. En daar zit die fabriek. Lijken de Zweedse bossen wel zo. Hè? Mooi. Nou, dan gaan we hier naar links. Nog een kilometer, zegt hij, dus moet hij hier aan het end zitten. Oh ja, hier zo. Zo, nou gaan we eens melden. Dat vrouwtje wat daar loopt, die komt net naar me toe. Ja, helaas, tank is vol. Wordt morgenmiddag zelfs. Niet eens morgenochtend, maar morgenmiddag. Dus ja, helaas. Kijk eens. Dat is mooi. De OC. Oh. Geniet hoor. Zo, dit is het haventje van Lubmin. De overkant een policijboot. Kijk. Dat is ook een best boordje. Het is inmiddels woensdagavond 7:30. We staan de hele dag al. We doen even een lampjes check. Ja, morgenochtend om 7 uur mij gaan we weer aanmelden en dan hopen dat we rond de middag leeg zijn. Dus voor nu wel rust alvast en tot morgen. Goedemorgen, donderdag 9 februari. Het is bijna 7 uur, ik heb mij net weer even gemeld. Daar zo, is inmiddels ook een OTT-collega aangekomen. Die was gisteravond al, Jan.
heb hem eigenlijk net weer gemeld en die man die zegt, ja, kom maar naar binnen. Dus ja, nou, gaan we eens kijken hoe ver dan we komen. Zo, het is inmiddels 10:55, maar we zijn het kwijt. Hotsaflotsie. Nou, dan gaan we maar even kijken of we hem weer vol kunnen krijgen. Hè? Even kijken, want dan kan ik hier even tanken. Gooien we er even wat bij. Anders halen we huis niet. Even 250 liter erin. Kijk, ik thuis kom. We hier weer richting de autobaan. Alleen we gaan de autobaan niet op. Maar we gaan nog eventjes binnendoor helemaal. Ja, mooi in een dorpje mooi terugladen. Voor Rotterdam, dus dat is helemaal goud. Dus ja, dan gaan we daar weer volstorten. Mooie wijde omgeving hier. Mooi. Dan hebben ze zoveel ruimte. Ik kan hier gerust even oppassen met die bomen. Rivier Peene. Dorpje, joh. Oh, wat een kleurrijke huizen, joh. Je had nog een paar potten verf over. Daar aan de rechtse kant is het, hè. Fabriek waar we moeten laden. Zo, we staan daar bovenop. Kijk. Hoppatee. Laaien met die handel. Stal, hè, waar we staan te laden. We staan mooi binnen. Ik had 3 bordjes erop. Zo, mooi, hè. Nou, is bijna vol. Tenminste vol, dan zitten we aan het gewicht. Kijk. Dus gaan we hem zo weer dichtmaken. En dan gaan we naar richting Rotterdam. Zo, best gelopen. Vrachtje zit erin. Alle documenten kloppen. Nou, ik kan even gasje doen. Ik kan er nog 8 uur en 20 minuten rijden, dus... Heel mooi de dag volmaken. Ah, dit is dat dorpje, dat maltje in. Die fabriek liggen net buiten, dus nu komen we door het dorpje heen. Dan gaan we weer richting de autobaan. De 19 op, uit mijn hoofd gezegd. De 19 richting Rostock weer. En daar de 20 weer op richting Lübeck. En dan daar de 1 weer op weer naar Hamburg zo. En dan Bremen en dan zo... Ja, richting Rotterdam.
draaien we hier de 19 op richting Rostock. Hier draaien we de 20 op. Net voor Rostock. Zo, we zitten bij Lübeck. We draaien hier zo het kruis richting Hamburg de 1 op. Kijk, we zijn met de tram. Dit is dat teststukje. Hier rijden bussen en vrachtauto's. Die hebben dan zo'n net als zo'n trein bovenop. En dan kennen ze maar aanhaken en dan laaien ze gelijk op. Ja, dus, dat is heel grappig. We zijn net voor Hamburg. Aan de andere kant is er even wat gebeurd. Een maandje dicht. Ja, dan staat het even goed vast. Wat een gepruts, jongens. Zo, we zitten inmiddels weer bij Raden. Dus Hamburg mooi voorbij zo. Zonder files eigenlijk. Dus dat mag niet klagen. We gaan hier veten aan Elsdorf. We hebben nog bijna 4 uur gereden. Het is bijna 5:30. Dus ja, mooie etenstijd ook. Dus komt helemaal goed uit zo. Dan doen we vanavond na het eten doen we het de tijd voorrijden. Slagboompje open. Kunnen we even parken. Zo, 3 kwartier zit eten. Kunnen we daar nog 4 uurtjes doen. Dus vanaf Elsdorf, dan staan we al dik Zwolle voorbij, denk ik. Ja, dus dat loopt goed, hè? Vandaag. Ja, beter dan gisteren, zeg maar. Ja, voor de rest is het een beetje donkere bedoeling buiten. Ik zie een paar druppeltjes op het raam komen, dus... Nou ja, de file zal inmiddels al weg zijn bij Bremen, dus dan kunnen we mooi doorfietsen zo, joh. Dan is het dak... Dak de 213 over. Dan komen we zo aan Zwarte Meer in Nederland weer binnen. Zo, we zitten inmiddels bij Kloppenburg al voorbij. We draaien nu... 213 op richting Hazelune. Ja, hier links zit Jozef Hazelune. Wel bekend. Dan gaan we hier rechtsaf richting Hogeveen Emmen. Grensovergang Zwarte Meer. En we zijn weer in Nederland. Nou, ga hier maar eens kijken bij Zwinderen of er een plekje is. Ik ken nog wel een dikke uur rijden, maar waarschijnlijk staat alles vol.
hoop ik dat ik hier nog een plekje heb. En dan qua aankomsttijd morgen in Vlaardingen maakt het toch niet zoveel uit. Zo dus strak 9 uur maken, dan gaan we weer verder. Maar ja, ik kan nou een uur verder rijden, maar dat... Waarschijnlijk ga je dan weer over je tijd heen, omdat er nergens meer plek is. Zo, nou, ik zet hem hier wel. Is niet het meest ideale, maar... Ach, we staan uit de weg. Hè? Nou, welterusten, tot morgen. Goedemorgen. Het is 6 uur. Nog een paar minuutjes. Even nog 2 minuutjes blijven staan, dan is het een mooie 6 uur. En dan gaan we er maar aan beginnen voor vandaag. Het is vrijdag, 10 februari. Dus gaan we naar Vlaardingen. Kijken hoe druk dat het daar weer is. Gaan we even leeg keeperen. Zo. Plekje om te slapen hier zo. Wat een top is hier. Zit hier bij Gouda. Dan hier de A20 weer op. Het aquaduct. Even Rotterdam, we gaan hier even het vrachtautobaantje op. Hier vandaan kennen het nog, vanaf de Brienden nooit niet meer. Het wil nog wel eens even stropen, dus kun je mooi zo langs opschieten. Kijk, je ziet het daar al, het staat daar al een beetje stil. Kun je mooi zo er langs. Dan doen we verderop weer invoegen. Het scheelt al even een stukje. Kijk eens. Hoppa. Inmiddels alweer over Schie. Het was maar een verkorte dure filetje dus. Oh, vrijdagochtend is nooit zo druk, hè. De spits. Alleen nog vrijdagmiddag begint hij weer wat eerder. Overheid Vlaardingen. Nog 3 kilometer zijn we er. Kijk eens, mooie zonsopkomst. Ho! Zal wel even genieten zo, hè? Nou, we zijn er. Hier aan het eind van de straat is het. Dus ja, ik ken daar ook niet veel om op het terrein, dus we gaan hem even leegkieperen en dan spoelen Alblasserdam. En dan gaan we hem voorlaaien voor maandag weer. Dus ja, nou, bij deze op. Bedankt voor het meerijden en fijn weekend.